Niemand in het team steunde me. Het is zo frustrerend. Dat is geen bestaand woord, maar ik begrijp precies wat je daarmee bedoelt. Hoe doe je dat toch? Oh, het is een graven. Oh, misschien ben ik niet geschikt als aanvoerder. Geen idee wat ik moet doen. Ik wel. Tuurlijk. Jij weet echt geen fluit van basketbal. Maddie, dit gaat over leiderschap. In Sing It Loud! Was mijn cast een team en ik heb ze door 4 spannende tv-seizoenen geloodst. Wil je weten hoe? Nee. Oké. Er zijn 5 stappen naar leiderschap. 1. Grijp hun aandacht. 2. Krijg ze op 1 lijn. 3. Ga op zoek naar je doel. 4. Leid ze in de strijd. En 5. Doe het in stijl. Als ik nou doe of die woorden niet uit jouw mond komen, klinkt het best verstandig. Oké. Stap 1. Grijp hun aandacht. In Hollywood zeggen ze dat het heel goed werkt als je op je eerste werkdag iemand ontslaat. Liv, ik ga geen vrienden ontslaan. Moet ik nou alles uittekenen voor je? Ik ga bij het team en dan ontsla je mij omdat ik slecht ben? Het team weet dan dat je het meent als je de nepdroom van je zus vreed verstoort. Liv, dat is best wel behoorlijk briljant. En ik zou je natuurlijk dolgraag ontslaan.